Een simpele maar cruciale training tip om vanaf nu direct al winstgevend te gaan traden. In deze video onthul ik wat het is en hoe je dit toepast. Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het kanaal waar ik alles deel over mijn reis in de cryptocurrencies, crypto traden, beleggen, tutorials, reviews, unieke kansen om te gaan pakken in de cryptomarkten en om er gewoon voor te zorgen dat ik jou klaarstoom voor de komende jaren die komen gaan. Om ervoor te zorgen dat je nog mooiere trades kan maken, ga ik elke video €20 in crypto naar keuze weggeven aan personen die geabonneerd zijn op dit kanaal. Het enige wat je hiervoor dus moet doen is even abonneren op dit kanaal via de knop hieronder en daarnaast even een reactie plaatsen dat je geabonneerd bent en elke video maak ik een nieuwe winnaar bekend. Yes toppers, als het goed is heb je een nieuwe intro voorbij zien komen. Abonneer je dus even op dit kanaal, like deze video even en als je meer wil leren omtrent cryptocurrencies en het traden en beleggen hierin, check even de beschrijving met alle gratis dingetjes die ik hierin heb gezet en je kan me natuurlijk altijd een follow geven op Instagram. Alright, en dan ben je natuurlijk benieuwd naar de nummer 1 training tip waardoor je direct winstgevende gaat traden. En die tip heeft alles te maken met emotie. Emotie is namelijk hetgeen wat de meeste traders de das om doet tijdens het traden. Je hebt groene en je hebt rode kleuren die je standaard krijgt en dit doen ze expres. Waarom? Bij rood heb je meer het idee van paniek, de verkeerde kant op, stoppen, weggaan. En bij groen is het juist veel euforie en hopen dat je hoger gaat. Nou, in deze gevallen ga je dus waarschijnlijk uit emotie verkeerde beslissingen maken. Sluit je winnende trades te snel of laat je ze te lang lopen totdat je weer in verlies komt. En laat je verliezende trades of sluit je verliezende trades te snel alvorens ze weer terugschieten en inderdaad wel jouw trade idee heeft uitgespeeld. Dus het hele probleem is hier vooral ook de kleuren. Misschien in eerste instantie niet waar de meeste mensen naar kijken, maar wel iets wat toen ik het ook veranderd heb, dat het veel beter is gegaan met het traden. Want je kan echt direct een stukje emotie uitschakelen door die kleuren aan te passen. Dus als het ineens een hele grote rode candle is, heb je niet meer dat gevoel van, oh nee, het gaat helemaal verkeerd en mijn plan komt niet uit en ik ben een slechte trader. Dat gevoel ga je dan dus niet meer krijgen, maar je ziet dus gewoon een ander kleurtje. De prijs beweegt in ups en downs. Het kan even duren voordat je trade die eruit speelt. Speelt het niet uit, prima. Heb je risk management op orde staan, dan is dat goed. Speelt die wel uit, ook helemaal goed. Maar in ieder geval schakel je die emotie daar dus uit. En hoe kan je dat doen? Daarvoor wil ik even met je in de chart duiken. En dit is zoals je hem krijgt op TradingView eigenlijk direct. Dus je krijgt een wit scherm met rode en groene candles. En ik heb eventjes een incognito venster geopend, zodat ik direct dit venster krijg en weet ook wat jij krijgt als je TradingView aanschaft of in ieder geval een account aanmaakt. Je kan ook gewoon een gratis account daar aanmaken. Je hoeft niet per se een betaald account te hebben. Ik zal even een linkje onder de video zetten, zodat je daar naartoe kan. Maar je krijgt dan dus dit voor je te zien. Dus sowieso is het scherm ontzettend wit als je trade terwijl het buiten wat donker is, zoals nu eigenlijk, het regent hier heel hard. Of bijvoorbeeld avond is, in de avonduren, dan is het helemaal niet fijn voor je ogen. Sowieso in deze kamer waar ik trade is het al vaak iets donkerder, dus dat is niet prettig. Dus ook dit pas ik altijd aan. En dan kan je ook laten zien wat ik normaal heb als trainingsscherm. Dit is dus wat ik normaal heb. Dus ik heb een wat grijzige achtergrond. Zwart is ook niet heel erg lekker, vind ik zelf. Had ik eerst wel. Ik heb nu een wat grijzige achtergrond. Gewoon lekker neutraal voor je ogen. En dus gewoon witte met zwarte candles. Dus je krijgt niet het gevoel van rood paniek en groen euforisch, waardoor je misschien verkeerde beslissingen gaat maken. Maar wat je gewoon ziet op de chart zijn bewegingen van de prijs. Je kan heel goed de trends hierin zien, omhoog en naar beneden. Hier kan je heel goed je trade strategie op loslaten en simpelweg een stuk emotie daardoor gaan uitschakelen. Dus hoe ga je dit nu doen? Dat is helemaal niet zo lastig. Je gaat naar TradingView weer terug en in TradingView klik je met de rechtermuisknop op de chart. Vervolgens ga je naar settings en dan kun je de verschillende dingen instellen. Dus je hebt de symbols en je kan al de bars direct instellen. Dat doe je hier. Maar alvorens we dat doen, gaan we eerst even naar appearance. En bij appearance kun je de achtergrond aanpassen. Dus ik laat hem op solid staan. Gradient betekent een beetje een kleurtje van donkerder naar lichter. Maar ik laat hem op gradient staan. Nou, vervolgens zet ik iets van een grijs kleurtje erin. En haal ik de gridlines. Die haal ik weg. Dus ik zet ze op volledig op 0%. Zodat ik gewoon een vlak krijg en niet allemaal nog lijntjes er tussendoor heb die maar af kunnen leiden. Vind ik niet prettig, heb ik er verder niet bij nodig. Dus die zet ik ook uit. Dan hebben we dit gehad, klikken we op OK en dan kun je dus zien dat we al een wat meer neutrale omgeving hebben door het grijze gebied. En je zou ook nog kunnen zeggen, ik wil mijn TradingView zelf donker hebben. Dus wat je dan gaat doen is hier naar boven en je zet hem hier op dark mode. Nou, die heb ik dus ook aanstaan, dark mode, dan is dit dark.
En dan zie je dat je gelijk ook de achtergrond door krijgt. Nou, dat ga ik weer aanpassen. Settings, naar solid gewoon. En dan die grijze kleur weer instellen. Die voor mij in ieder geval prettig werkt. En voor jou, kies gewoon een kleur die jij zelf prettig vindt. Misschien vind je een zwart scherm wel fijn. Misschien vind je het witte wel fijn. Ik heb zelf gemerkt dat het niet helemaal fijn is voor mijn ogen. Zeker niet als je bijvoorbeeld voor het slapen erop gaat of net wakker bent. Gaat gewoon zeer doen en vervelen op een gegeven moment. Dus kies gewoon een kleur die wel prettig is. En misschien vind jij dat wel prettig. Nou, deze heb je er nu in staan. De gridlines die staan er nog in. Licht wit zie ik, of grijs. Nou, die zet ik ook nog even uit. Die allebei op 0% gezet. En vervolgens hebben we al een fijnere omgeving. Maar je ziet natuurlijk nog niet goed in de chart. Of je hebt natuurlijk nog steeds het grootste probleem. En dat zijn dus die candles. Dus die rode en die groene kleuren. Die gaan we ook aanpassen. Kijken of deze misschien nog eentje lichter kan. Ja, eentje lichter beter. En dan gaan we daarna naar symbol. En gaan we de bodies aanpassen. Of de candles in ieder geval. Dus dit is de groene normaal. Die maak ik wit. En die geef ik een zwarte lijn eromheen. Dus dit maak ik zwart. Vervolgens de rode candles, die maak ik zwart. En de borders eromheen doe ik ook zwart, zodat het een volledige candle is. De wicks daarvan ook zwart. En de wicks van die andere, maak ik ook zwart. Dus je hebt direct al een volledig neutrale omgeving nu, waar je veel meer en makkelijker informatie uit kan halen. En waardoor je dus minder op emotie gebaseerde handelingen gaat verrichten in de charts. Dus je kan nu gewoon je trade strategie plaatsen. Als je iets naar beneden zakt, dan zie je een zwart kleurtje. Prima, je hersenen die gaan niet gelijk, oké, rood, dat is slecht. Maar ze zien gewoon zwart, prima. Hij kan ietsjes zakken, alvorens die weer omhoog gaat. Hoort er nou eenmaal bij, traden is niet perfect. En ook goed verliezen hoort erbij, middels de juiste risk management. Dus als je dat op orde hebt, is er niks aan de hand. En gaat dit je ontzettend helpen om een betere keuze te maken. En uiteindelijk dus ook winstgevende te traden. Nou, weet je nou nog niet helemaal goed hoe je kan traden? Dat kan natuurlijk altijd. Ik heb verschillende trainingen die je daarbij kunnen helpen. Check daarvoor eventjes de beschrijving van deze video. Je kan meerdere gratis dingetjes downloaden. Of aan de slag gaan met de nieuwe Kryptonite Academy. Wat jij wil als je wil leren traden en beleggen in cryptocurrencies. En daar echt stappen in wil gaan maken. Is dat absoluut aan te raden. Ik hoop dat je veel gehad hebt aan deze tip. Ga hem even toepassen als je dat nog niet gedaan hebt. En laat me ook even weten later of dit heeft geholpen en of je dus inderdaad betere keuzes gaat maken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie je graag terug in de volgende. Adios.